Bora, een dorp in het zuiden van België dat toen zo'n 2000 inwoners telde. Op een koude herfstavond, 29 november 1932, is de Heilige Maagd in de tuin van een school aan 5 kinderen verschenen. Zij zal in totaal 33 keer verschijnen. Van 29 november 1932 tot 3 januari 1933. Wie zijn deze 5 kinderen? Er zijn allereerst 2 zussen en 1 broer van het gezin Voisin. Fernande, 15 jaar oud, die haar moeder helpt in het huishouden. Gilberte, 13 jaar, gaat naar school en blijft na op school om haar huiswerk te maken en de lessen te leren. Albert, 11 jaar, die binnenkort het heilig vormsel zal ontvangen. Er zijn ook 2 zussen bij van het gezin de Chambre, waar enkele maanden voordien de vader gestorven is. Andrea, 14 jaar, die haar moeder helpt op de kleine boerderij. En Gilberte, haar kleine zusje, van 9 jaar oud. Laten we hen volgen in een oude film, op de weg van thuis naar het pensionaat. Voici la route suivie par les enfants voisins se rendant à la maison de Gimbre. Le décor des lieux traversés est parfaitement authentique. Rien n'y est changé depuis 1932. Quelques minutes plus tard, c'est l'arrivée d'Albert et de Fernande voisins à la maison de leurs amis Gilberte et André de Gimbre. Tous les quatre se mettent en route pour aller prendre Gilberte voisin au pensionnat. Chemin faisant, il passe devant la boutique de Marie Minet. Quoi de plus amusant que d'ouvrir toute grande la porte et de s'enfuir. Le pont de pierre du chemin de fer leur est si connu qu'ils ne le regardent même plus. Les enfants approchent du pensionnat où Gilberte voisin achève son étude du soir. Albert, Guéluron, traverse le jardin en courant pour arriver le premier à la sonnette. Il se retourne tout à coup, fixe un point et s'écrie « Regardez, la Vierge qui se promène au-dessus du pont !» Les autres enfants regardent dans la direction indiquée et ont à leur tour la vision d'une dame toute lumineuse. Verschrikt zetten de 5 kinderen het op een lopen. De kleine Gilberte valt, zo hard lopen de grotere kinderen. Ze verliest haar laarsje. De anderen helpen haar recht en kijken een laatste keer naar de brug. Maria is nog altijd daar, de handen gevouwen en hen aankijkend. Als ze terug thuis zijn, vertellen de kinderen wat er met hen gebeurd is. Maar hun ouders geloven hen niet en er wordt met de kinderen gespot. De volgende avond, 30 november, laat de dame zich opnieuw zien op dezelfde plaats. De 1 december verschijnt de Heilige Maagd hen opnieuw, eerst boven de brug, dan dicht bij de hulstruik en uiteindelijk onder de takken van een meidoorn, dicht bij het hekken aan de ingang van de tuin. De kinderen beschrijven haar als volgt. Het is een jonge vrouw, van 16, 17 jaar. Ze draagt een lang, wit kleed, met een beetje blauw. Een witte hoofddoek valt over haar schouders.
Een hele reeks fijne lichtstralen vormen als het ware een kroon op haar hoofd. Ze heeft blauwe ogen, een roze huidskleur en donkere wenkbrauwen. Haar voeten zijn verborgen in een kleine wolk. Ze glimlacht en ze draagt een rozenkrans aan haar rechterarm. De kinderen hebben nu geen schrik meer. Het nieuws verspreidt zich heel snel in het dorp. Zuster Overste van de school, moeder Theophile, laat het hekken dat toegang geeft tot de tuin sluiten. Anders zou haar school nog belachelijk gemaakt worden. De kerkelijke overheid maat haar eveneens tot grote voorzichtigheid aan. Er worden ook 2 grote honden in de tuin losgelaten, om de kinderen zo zeker weg te houden. Deze honden springen vervaarlijk tegen het hekken op en blaffen als er mensen dichterbij komen. Maar heel merkwaardig, als de Heilige Maagd verschijnt, gaan ze onmiddellijk liggen en zwijgen ze. De 2 december vinden de kinderen aldus het hekken voor de tuin gesloten. Ze beginnen het roze hoedje te bidden. Als ze plotseling op hun knieën vallen en schreeuwen: "Daar is ze!" De schok van hun knieën op de grond is zo hard dat hun kousen ervan scheuren. Maar de kinderen voelen er niets van. Maria verschijnt opnieuw onder de meidoorn, achter het hekken. Albert vraagt haar: "Bent u de onbevlekte maagd?" De dame knikt ja. "Wat wilt u van ons?" "Dat jullie braaf zijn." Als men de kinderen vraagt naar de betekenis van de uitdrukking braaf zijn, antwoordt de kleine Gilberte van 9 jaar: Ik heb altijd gedacht dat braaf zijn wil zeggen alles aan God zeggen en toevertrouwen." De ouders weigeren nog steeds hun kinderen te geloven. Meneer Voisin zou willen dat de kinderen zeggen dat ze niets gezien hebben. Maar Fernande, de oudste zienster, antwoordt: "Papa, wij hebben de Heilige Maagd gezien. Je mag me zelfs doden. Ik zal nog zeggen dat ik de Heilige Maagd gezien heb." Mevrouw de Chambre is zo kwaad en zegt dat de kleine Gilberte alleen moet slapen in haar kleine bed. Sinds de dood van haar papa sliep ze in dezelfde kamer als mama. Deze zal haar kind nogthans luid op horen dromen en zeggen: "Oh, wat is ze mooi, de Heilige Maagd." Op 4 december nemen de kinderen hun kleine kameraadje Jozef de Goudin, 8 jaar, met zich mee. De jongen is gehandicapt aan de benen. Ook de oom van Andrea, die blind is, komt mee. Albert vraagt een wonder aan Maria: "Als u de onbevlekte maagd bent, wilt u hen dan genezen op klaarlichte dag, opdat men ons zou geloven?" De kinderen denken immers: als Jozef weer kan stappen en de oom weer kan zien, dan zullen ze wel verplicht zijn om ons te geloven. Maar onze lieve vrouw glimlacht alleen maar. Ontevreden vraagt Albert dan: "Welke dag moeten we dan komen?" "De dag van de onbevlekte ontvangenis." Die dag, op 8 december, vinden de kinderen dat Maria mooier is dan alle andere dagen. Ze bidden een heel rozenhoedje en zijn in extase. De schoonheid van Maria maakt hen als het ware ongevoelig. Nochtans, men steekt hen met naalden, knijpt hen in hun vel en strijken met een vlam onder hun handen. De kinderen reageren niet. Ze voelen absoluut niets. Op 17 december vraagt Gilberte Voisin: "Op vraag van de priesters vragen wij u wat u van ons wilt." "Een kapel," antwoordt Maria. Op 21 december: "Zeg ons wie u bent." "Ik ben de onbevlekte maagd." De 23e vraagt Fernande: "Waarom verschijnt u hier?" "Opdat men hier op bedevaart zou komen."
28e zegt Maria: Het zal weldra mijn laatste verschijning zijn. Vanaf 29 december ontdekken de kinderen op haar borst, tussen haar geopende armen, haar hart in volle licht. Als het ware een hart van goud, zeggen de kinderen. Als men van iemand zegt dat hij een hart van goud heeft, dan vermoedt men direct wat dat betekent. Maria, die ons haar hart toont, toont op die manier haar moederliefde voor elk van ons. Op 30 december vertrouwt Maria aan Fernande toe. Bid veel. Aan Gilbert de Voisin zegt ze op 1 januari. Bid altijd. Op nieuwjaarsdag zegt Maria niet zoals wij, gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid. Nee, ze zegt, bid altijd. Met een nadruk op altijd. Op 2 januari zegt ze aan Fernande: Morgen zal ik aan ieder van jullie iets speciaals zeggen. De 3 januari zijn meer dan 30.000 mensen daar. De kinderen beginnen het roze hoedje te bidden, als plots de 4 jongsten met hun knieën op de keien vallen. Ze zien de heilige maagd. Fernande ziet niets en zet zich langzaam op haar knieën. De ene na de andere onderbreekt het gebed om naar Maria te luisteren. Maria richt zich tot elk van hen persoonlijk. Ze vertrouwt een geheim toe aan de 3 jongsten. Aan Gilbert de Voisin zegt ze ook nog: Ik zal de zondaars bekeren. Vaarwel. Aan Andrea zegt Maria: Ik ben de moeder van God, de koningin van de hemelen. Bid altijd. Waarwel. Je neemt de kinderen dan mee voor de ondervraging, zoals de andere dag. Ik heb niets gezien, zegt Fernande alwenend. Ze weigert mee te komen en begint opnieuw te bidden. Plotseling spat er een vuurbal uit elkaar aan de voet van de meidoorn, met veel lawaai. Fernande valt op de knieën en stopt met bidden, want de heilige maagd vraagt haar: Hou je van mijn zoon? Ja. Hou je van mij? Ja. Offer u dan op voor mij. Vaarwel. Fernande stort in tranen uit. Men doet haar recht staan om haar op haar beurt te ondervragen. Zo eindigt dat fantastische verhaal van de heilige maagd Maria, die bij ons gekomen is, om ons een boodschap toe te vertrouwen, om ons haar hart van goud te laten zien en ons uit te nodigen tot het gebed. Dat is wat de kinderen ons hebben verteld. Gilbert, cela fait maintenant quelque 76 ans et demi que la Vierge est apparue ici, auprès de l'aubépine, sous l'aubépine, 33 fois, du 29 novembre 32 au 3 janvier 33, vous avez assisté à toutes ces apparitions, vous avez vu la Vierge ici. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux enfants qui viennent nombreux ici se recueillir à l'aubépine? Mais si je dois leur raconter mon histoire, je leur dirai qu'en 1932, j'avais 9 ans et que j'étais loin de penser à la prière, que je pensais beaucoup plus au jeu qu'à la prière. Et que le 29 novembre 1932, nous étions vraiment attendus ici. Que le Seigneur avait dit, ces enfants-là, qui ne sont rien au fond, de famille humble, c'est ceux-là que je choisis. Et ça me fait penser, aujourd'hui encore, que le Seigneur a les yeux sur nous tous, sur ceux qui sont les plus humbles aussi, peut-être plus que sur tous les autres. Et ce 29 novembre, alors que nous pensions surtout à nous amuser, nous étions attendus ici et nous avons vu cette dame, une merveille, brillante comme le soleil, mais si belle et si douce, qui marchait loin de nous, mais qui s'est seulement montrée à nous, 5 petits-enfants.
Nous avons eu très peur parce que nous n'étions pas préparés à une telle merveille. Mais en même temps, j'aurais voulu, moi, me sauver et rester sur place tellement c'était beau à voir.